En het initiatief van de Positive Movement Suriname om landelijk moestuinen aan te leggen oogst bijzondere belangstelling vanuit de burgerij. Vanaf de aftrap van het project in Para in de laatste week van oktober zijn er in verschillende districten reeds 11 moestuinen aangelegd. De Positive Movement Suriname onder leiding van Clyde Ford is pas terug uit het reisdistrict Nikeri, waar er ook moestuinen zijn aangelegd. Eerder zijn Komewijnen, Wanica en Paramaribo ook. De burgerij toont vooral meer belangstelling voor verdere instructies in de tuinbouwsector, zegt Ford tegenover onze nieuwsdienst. Heel goed, heel enthousiast, heel veel vragen. Dat ik zelf moet zeggen van ho, 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 het is geen informatiesessie waarbij we echt diep in dingen, op dingen ingingen. Maar gewoon de aftrap symbolisch. Maar we hebben wel beloofd dat we terugkomen om die sessies daadwerkelijk te geven waar er met name ook behoefte aan is. Er zijn een heleboel vragen ook gekomen van mensen die zelf al planten. Van hoe moeten ze verder, hoe is er afzet voor ze als ze bezig zijn. En al dat soort dingen hebben we gezegd. Belangrijk voor ons is, we gaan de mensen niet alleen zeggen om te planten, maar we willen ze ook zeggen om die informatie te nemen, om zich te scholen, te trainen op dat gebied, zodat je weet waarmee je bezig bent. Dus die dingen komen in het natraject, wanneer we klaar zijn met de, we hebben nog 4 districten te gaan, Saramaka, Brokopondo, Marawene en Sipaliwini. We zijn nu bezig met die voorbereidingen. Dus zodra we klaar zijn, komen we terug naar de mensen, zoals beloofd. Daarom moesten ze zich ook registreren, omdat we dan ze gaan trainen. De districten beslissen zelf welke groenten en fruit zij het liefst willen planten, vertelt Ford verder. Elk district heeft haar eigen plantcultuur, waarmee er wel rekening wordt gehouden. We vragen zelf ook aan de mensen waar we gaan planten, wat ze het liefst zouden willen in hun moestuin. Dus als ze ons aangeven dat ze shuru willen, of ze willen groenten, of ze willen fruit, dan doen we dat. Dus dat is echt wel, het verschilt wel van district tot district. Als je zo kijkt naar de respons van de gemeenschap, dat ze heel erg enthousiast zijn, zou men dus de stelling niet meer moeten hanteren dat Surinamers niet willen produceren? Vind je niet? Nee, inderdaad, net wat je zegt, Surinamers willen bezig zijn, maar Surinamers willen begeleid worden, Surinamers willen informatie hebben. Eén ding waarin we heel zwak zijn, is informatie uitwisselen, informatie delen, mensen scholen en over willen dragen. Want sommige mensen worden inderdaad ook wel geschoold, maar ze houden het voor zichzelf. Wij hebben gezegd, met onze bewustwordingscampagne gaan wij overdragen, zoveel als mogelijk overdragen, trainen, bewust maken. Dat de mensen weten wat eens en met name waarop we focussen, zelfredzaamheid, zelfbewustzijn. Clyde Ford van de Positive Movement Suriname over het landelijke moestuinenproject dat grote belangstelling geniet in de gemeenschap. Na de viering van de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november zullen de overige districten worden aangedaan.